Alsof er een lid van het Koningshuis langskomt. Horde veiligheidsmannen, veel media en gedrang. PVV-leider Wilders bezoekt woonzorgcentrum ABC in Meppel en dat zullen ze weten ook. De bewoners wachten het bezoek rustig af. Een enkeling vindt dit het moment om de hond uit te laten. Ik denk, hupsakee, ik ga er even uit. Wegwezen. Wilders komt lekkers uitdelen en horen wat er zo aan leeft in de ouderenzorg. Dat eerste lukt prima. Hoeveel thee drinkt u nou op zo'n dag? Als ik vraag hem. Vandaag? Ja? Twee kwartjes. Dat vallen mee. Maar inhoudelijke gesprekken met bewoners voeren is lastiger. Ik hoop dat dat nog gebeurt, maar het kan moeilijk de koffie en de thee koud laten worden. Maar ik ga dadelijk wel ergens bij zitten. Wilders is in Meppel op uitnodiging van de Drentse PVV-afdeling. Die is bijna voltallig uitgerukt voor het bezoek. Lijsttrekker Ronald Bijmers deelt gevulde koeken uit. Ja, en hoe voelt dat om zo achter de grote leider aan te lopen? Ja, hij is inderdaad de leider van de PVV en dat is prima. Dat voelt prima. Ja hoor. Tijdens het bezoek is er ook kritiek op het regeringsbeleid ten aanzien van de ouderen. Te stroperig, financiële onduidelijkheid en te weinig daadkracht. En dat tegen een politicus die PvdA-leider Cohen verwijt thee te drinken in plaats van aan te pakken. Misschien lijkt u toch meer op meneer Cohen dan u graag zou willen. Thee drinken, thee schenken, koffie schenken, maar te weinig aanpakken. Nou, wij pakken heel veel aan, gelukkig nogmaals. En als u dan dit regeerakkoord ziet, dan ziet u dat er bijna 1 miljard extra wordt geïnvesteerd. Dus we investeren ontzettend veel, meer dan al die linkse partijen die zeggen dat het niet goed is. En koffie en thee, ach, ik ben ontzettend trots. Ik zou het hier iedere dag willen rondbrengen. Nou, ik vind het prachtig. Ja, ik geniet ervan. Ik stem er ook op, dus dat heb ik vorige keer ook al gedaan. Waarom? Ja, zijn programmapunten die spreken me aan als ouderen. Nou, ik vind het wel gezellig. Een beetje verandering hier. Ja, ik merk niet zoveel meer. Ik ben er ook speciaal voor naar beneden gekomen dus. Waarom? Nou, het is goed dat er zo'n partij even is die kruppel in het onderhoud gooit. Ik heb er ook trouwens op gestemd. Hoeveel zetels, denkt u? Ik weet het niet. Ik zie in de peilingen dat we volgens mij op 1 begonnen in Drenthe en nu op 5 of 6 staan. We hebben er nu 0, dus ik hoop echt dat we tussen de 5 en de 10 zetels echt wel kunnen gaan halen hier. Uiteindelijk lukt het Wilders toch om nog even naar verhalen van bewoners te luisteren. Het is afwachten of dat nog doorklinkt in het oudere beleid van regering en PVV.